Dames en heren, we zijn helemaal losgegaan op de transfermarkt. Brobby, Lang en Roelie zijn de deur uit. En we hebben daar geweldige vervangers voor teruggehaald. Ik ga jullie niet te lang in spanning houden. Let's go. De doelstellingen voor dit seizoen zijn vrijwel dezelfde doelstellingen als die we hadden in het vorige seizoen. Laten we financieel beginnen. We hebben 3 seizoenen om 18 miljoen euro om te zetten met het verkopen van jeugdspelers. We hebben 17% pas behaald, dus er is nog wel een hele lange weg te gaan. We moeten de Eredivisie winnen, we moeten de Oranje Beker winnen, de KNVB-beker in Europa. Nu is het de Champions League, moeten we de halve finale behalen. Dat is natuurlijk te gek voor woorden. Misschien iets te hoog gegrepen, maar we zullen zien wat we voor elkaar kunnen krijgen. Qua naamsbekendheid moeten we 5 wedstrijden winnen zonder tegendoelpunt. Een reeks van 7 was het vorig seizoen, niet gehaald. 5 zullen we waarschijnlijk ook niet halen, is veel te moeilijk. We moeten 1 verdediger contracteren met een cruciale rol. Ook wel heel apart. We hebben natuurlijk al 2 goede verdedigers met Van der Ven en Alvarez. Daarachter Appia uit de jeugd. Dus ik vind dit best wel een rare, ja, eigenlijk een rare doelstelling. Maar ja, als Ajax het wil, dan gaan we daar natuurlijk voor. En om de laatste doelstelling te halen, moeten we 1 speler, een jeugdspeler die we in het eerste seizoen gecontracteerd hebben, dit seizoen 50% van de wedstrijden laten spelen. Vervolgens hebben we heel veel geld gekregen om ons team te versterken. 99 miljoen hebben we over. En ik zeg echt over, omdat we al 1 speler hebben binnengehaald. En ik zal jullie laten zien wie dat is. Niemand minder dan Justin Kluivert hebben we binnengehaald. We hebben hem teruggehaald, overgekocht van AS Roma. Hij gaat op de linksbuitenpositie, gaat hij hele gekke dingen doen met tegenstanders. Dat heb ik gedaan omdat Noah Lang natuurlijk in het echt naar PSV is gegaan. Dus dat is niet echt realistisch om hem nog bij Ajax te houden. En ook gaan we geen gebruik meer maken van Roelie. Ik wacht natuurlijk dat Roelie gaat vertrekken bij Ajax. Er zijn heel veel speculaties over hem. Dus ik denk dat dat ook niet meer realistisch zal zijn. En tenslotte, jullie zien het al in beeld. Gaan jullie mij voor gek verklaren? Ik heb Robbie voor 60 miljoen verkocht. En de reden daarvoor is, ik hoef er niet eens echt omheen te draaien. Jullie hebben het gezien in het vorige seizoen. Als Robbie naar het doel toe gaat en hij rent uit zichzelf geweldig, is het meestal al een goal. En ja, ik vond het iets te fraude. Waardoor we dus nu een probleem hebben in de spits. En die moeten we echt gaan oplossen. Want we hebben wel een hele goede spits nodig om dit seizoen te kunnen overleven. Wat natuurlijk ook niet onbelangrijk is, is onze sluitpost. Roelie gaan we niet meer gebruiken. Dus we halen de keeper van NEC. Jasper Cillessen halen we terug voor 1 seizoen. Jullie dachten toch niet dat we klaar waren? Met het geld van Robbie hebben we zoveel geld binnengehaald dat wij meer Ajax DNA terughalen naar Amsterdam. Ik heb de pre-season wedstrijden gesimuleerd omdat ik de selectie zo snel mogelijk rond wilde hebben. Als ik het schema bekijk, hebben we een wedstrijd tegen Volendam, tegen Feyenoord, Cambuur, Fortuna en Groningen. Zijn niet de beste tegenstanders. Tegen Feyenoord gaan we sowieso spelen. En ik denk dat we ook gewoon de openingswedstrijd tegen Volendam gaan spelen met dit geweldige nieuwe team. Omdat we nog geen spits hebben aan kunnen trekken, beginnen we deze wedstrijd met Kluivert in de spits. Ik hoop dat hij een paar goals kan maken. In de pre-season wedstrijden was hij on fire. En nu gaan we kijken of wij er zelf ook wat mee kunnen. Kluivert vraagt, maar Kluivert is te klein. Dus Hakim op de 16. Hakim op de 16, dribbelen, schieten Hakim. Eerste wapenfeit van dit seizoen. Oké, Hakim, jouw corners zijn goed. Kom maar Alvarez, kom maar springen. Golasso. En we maken alweer 1-0. Heerlijk hoor. Hakim Ziyech is het niet verleerd. Zijn trap is nog steeds on point. Ik zie een loopactie bij Kluivert. Schiet op Kluivert, doe maar. Heerlijk hoor. Berghuis vanaf de andere kant. Weer naar Alvarez. Tweede paal koppen. Oh, bijna een tweede goal. Die Alvarez is gevaarlijk in de lucht. Daar begint het op te lijken. Ja, de rust is niet ver weg meer. Tegen Van Ewijk, wil je dit doen? Dat gaat toch niet? Kluivert lopen, lopen Kluivert. Lopen, lopen. Hakim ziet je wel. Meenemen. Oké, tweede half gaat beginnen. Ik ben nog niet helemaal tevreden met Kluivert in de spits. Dus Kluivert gaat naar links. Over wie iedereen het heeft. Kom op Kluivert, jongen. Laat je niet wegzetten, heerlijk. Ik denk dat dit een uitstekende zet was. Dan naar Gravenberg. Gravenberg aan de bal. Actie maken, actie maken, schieten. De kap is goed, maar het spot is slecht. Karel Eiting. Oh, oh. Wie grijpt in? Wie keeper? Keeper. Heerlijk, Cillessen. Heerlijk, jongen. Heb jij ook nog wat te doen? Oké, Appia, deze is voor jou. Kosten wat het kost. Heerlijk, jongen. Zo moet je verdedigen. Alles of niets. En dat was het einde van de wedstrijd.
Geen klinkende zegen, maar 1-0, eerste wedstrijd, is oké. Okay. Ik heb ervoor gekozen om de volgende spelers de club te laten verlaten. Reyes heb ik geaccepteerd, Salah Eddin heb ik geaccepteerd, Yeboah, de 59, algemeen spits, Rodriguez heb ik geaccepteerd en Darami. Dit zijn spelers die ik niet ga gebruiken in het komende seizoen. Dus ze kunnen wat opleveren en nu kan ik nog kijken of we misschien nog één puzzelstukje kunnen toevoegen aan onze selectie. Volgende wedstrijd gaan we simuleren tegen Cambuur. Ik verwacht met deze selectie dat je hier gewoon overheen gaat met 4-0. Minimaal. 4-0 minimaal. Maar ja, je weet het maar nooit. Het kan zomaar gelijk 3-0. Op zich ook wel een uitslag waar we mee tevreden kunnen zijn. Kluivert scoort, Bergwijn scoort en Bergwijn scoort 2 keer. Wel geel voor Van de Ven en Alvarez. 60 om 40, 8 schoten en 8 kansen. Ja, deze wedstrijd hebben we gedomineerd. Ja hoor, dan is het zover. Roelie verlaat Ajax. De geruchten zijn waar. Wij kunnen er niks meer aan doen. Maar we hadden al geschakeld, we hebben Sillissen binnengehaald, 80 algemeen. En die kan 1 seizoen ervoor zorgen dat wij weer de prijzen gaan pakken en een betrouwbare sluitpost hebben. We hebben de kraker op het programma, de wedstrijd tegen Feyenoord. Het is de tweede wedstrijd die we zelf gaan spelen. We moeten knallen. Ajax-Feyenoord is altijd een beladen wedstrijd en deze wil je niet verliezen. Het wordt ook groots uitgepakt. Kleedkamer van Ajax hebben we hier. Alles is op en top geregeld om deze wedstrijd te kunnen spelen. Niks mag ons in de weg staan. Je haalt de bal naar het midden. Uit je rug. Hey, alleen maar uit je rug, jongens. Heerlijk, Sillissen. Heerlijk. Wie gaat dit onderscheppen? Heerlijk verdedigd, jongen. Alvarez. Heerlijk, jongen. Oef. Kluivert, wat ben je aan het doen? Gravenberg aan de bal. Wijndal met de bal. Taylor, schieten. Eerste kans. Oh. Taylor, deze moet je beter inschieten. Kluivert dan aan de bal. Kluivert doet het weer. Hij doet het weer. Ai, maar we komen er niet langs. Hier, Van de Ven, je bent sneller. Jij moet dit kunnen corrigeren. Zo, wat een pegel. Sillissen kon alleen kijken. Kan Bergwijn een goede bal bij Bergwijn afmaken. Heerlijk, jongen. Heerlijk. Robbie hebben we niet nodig, hoor. Als we Bergwijn ook in de spits kunnen zetten. Die loopt ook goed weg. En 1-1 met de keeper is het dan gedaan. Heerlijk. We maken 1-0 in een hele belangrijke wedstrijd. Oké, tweede helft is begonnen. Ik heb Peters gebracht. Ik heb Conceição op rechts buiten gezet. En dan mogen we weer verder. Kluivert, kom op. Loop maar. Krijg je hem in de diepte. Binnen door. Zijn we weg. Verhoek. Cornervlag. Oh. Nu wordt het gevaarlijk hier in het midden. Het wordt gevaarlijk. Als je gaat zillen, zo moet je hem hebben. Komt toch niet helemaal uit de verf. De ruimte voor een counter. Hier zijn we heer en meester achterin. Ze zijn de bal weer kwijt. Kluivert in. Dribbelen Kluivert. Kluivert is rijp voor een wissel. Inspelen. Als je dit redt. Ai. Wijndal, man van de wedstrijd. En gelukkig is het einde van de wedstrijd. Want het werd heel gevaarlijk. Maar we hebben het gedaan. Het is ons gelukt. Na heel lang zoeken is het ons uiteindelijk gelukt. Thijs Dallinga wordt de nieuwe spits van Ajax. Hij gaat Brobbie vervangen. Hij gaat zorgen voor de goals. En ik weet dat het hem gaat lukken. De eerstvolgende wedstrijd die we gaan simuleren is de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Ik verwacht dat we hier gewoon overheen gaan met 2-0 minimaal. En het wordt ook gewoon echt 2-0. Alvarez en Bergwijn maken de goals. Geen Dallinga. Ik had wel verwacht dat Dallinga misschien eens de debuutgoal zou maken. Maar dat komt nog. En zoals we hadden afgesproken, verlaat Noah Lang ook de club. En we hebben wel een ruisbeelder ervoor gekregen. Niet om gevraagd, maar volgens mij is die ook wel goed. De laatste wedstrijd van de maand is de wedstrijd tegen FC Groningen. Die gaan we zelf spelen, want we willen natuurlijk weten of Dallinga het waard is geweest. Oké, bal gaat naar buiten toe. Wordt wel kort teruggezet op Ziyech. Maar die weet pas wel wat ruimte te vinden. Kudus weg en afwerken. Na de cornervlag, doe even normaal, man. Oké, Gravenberg naar voren. Dallinga loopt. Dallinga krijgt hem mee. En is hij dan snel? Dallinga is snel genoeg, hoor. Hij is snel genoeg, maar hij moet scoren als spits zijnde.
Die moet je afmaken, hoor. Goed op afstand gehouden. De kans nu oh. Heerlijk gepakt, Cillessen. Heerlijk. Die auto's in de race. Oké, bal weghalen. Dit doe je toch niet? Dit is een penalty. Meen je dit serieus? Hij sprong wel raar, maar dit kwam toch niet op zijn hand, jongen. Doe even normaal. Oh, nee, man. Doe even normaal, zeg. Ai. Komen we achter tegen Groningen. Geweldige kans om op voorsprong te... Pakken, Cillessen. Heerlijk, Cillessen. Pakken. Ja, hoor. Bal moet goed naar Dallinga. Heerlijk. Afmaken, jongen. Afmaken. Je bent... Dallinga, kom op even. Wat gaat hij nu doen? Goed voor je gehouden. Meen je niet? Is dit een overtreding? Ai, we moeten wisselen. Dat is niet onder de indruk. Die halen we weg. Leuk gedaan, Bergwijn. Maar we hebben er helemaal niks aan. Kom maar, Kluivert. Dan ben je weg. Kluivert, je bent weg. Kluivert, je bent weg. Binnenkant voet. Verre hoek. Kruising. Patrick Kluivert. Justin, heerlijke goal, jongen. Heerlijk ingevallen. Gelijk zijn goal. Hoeders blijft meedoen. Danny gaat doen schieten. Danny gaat doen. En dan is het buitenspel. Ai. Kan je wel gaan juichen. Maar je hebt je kans gehad. Ja hoor, wat goed gevoetbald. Scheid, waarom fluit je af, jongen? We zitten midden in onze aanval. Dames en heren, we zijn jammer genoeg al bij het einde van de aflevering. En we mogen ons opmaken voor de kwalificatiewedstrijden met het Nederlands elftal. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duim omhoog, klik op de abonneerknop. En dan zie ik jullie snel bij de nieuwe aflevering. Peace.